Goed geraden. Ik ben Splunch, de grootste vriend van Blinky. Lief van je om op mij te klikken. Ik ben Natsy, het liefste vriendinnetje van Blinky. Dat was toch niet zo moeilijk? Ik ben Blinky en natuurlijk hoor ik erbij. Wel, ik ben blij dat je mij hebt gekozen. Ik ben Marcia. Ik ben de enige piepkleine muizenvriendin van Blinky. Een opmerkelijk goede keuze. Ik ben Flap, de slimste van de groep. Goed zo. Kies nu maar gauw een ander geheugenspelletje. Welke dieren zie je op het scherm? Onderaan zie je de dierennamen. Klik op de goede naam als je het dier ziet. Kakatoe. Hoera, yippie! Nee, er staat geen reuzenijsvogel op deze pagina. Schildpad. Hoera, yippie! Nee, er staat geen buidelrat op deze pagina. Nee, er staat geen varaan op deze pagina. Nee, er staat geen numbat op deze pagina. Ekster. Goed zo. Kies nu maar gauw een ander geheugenspelletje. Meestal bestaan verhalen uit een begin, een paar middenstukjes en een einde. Kun jij het verhaal van de griezelgrot weer in elkaar knutselen, want alles staat door elkaar. Gebruik je muis om de puzzelstukjes op de juiste plaats te zetten. De familie konijn had niet genoeg plaats meer in hun konijnenhol. Blinky en zijn vrienden gingen op zoek naar een groter huis voor de familie konijn. Ze vonden een grot om in te wonen. Ze dachten dat er spoken in de grot zaten en de konijnen durfden er niet te gaan wonen. Blinky ontdekte het geheim van de dingo's. Die hadden zich vermomd als spoken om zo de konijnen te verjagen. Blinky en zijn vrienden maakten op hun beurt de dingo's aan het schrikken. En de familie konijn kon eindelijk in hun nieuwe hol. Ja, zo ging het verhaal. De familie konijn had niet genoeg plaats meer in hun konijnenhol. Blinky en zijn vrienden gingen op zoek naar een groter huis voor de familie konijn. Ze vonden een grot om in te wonen. Ze dachten dat er spoken in de grot zaten en de konijnen durfden er niet te gaan wonen. Blinky ontdekte het geheim van de dingo's. Die hadden zich vermomd als spoken om zo de konijnen te verjagen. Blinky en zijn vrienden maakten op hun beurt de dingo's aan het schrikken. En de familie konijn kon eindelijk in hun nieuwe hol. Goed zo, kies nu maar gauw een ander geheugenspelletje. Hier zie je enkele vrienden van Blinky. Ze zijn hun naamkaartjes kwijt. Geef jij ze hun kaartje terug? Gebruik de muis. Klik op het kaartje en sleep het naar de juiste persoon. Meneer Konijn. Een goede keuze, want ik ben een meneer Konijn. Danny Dingo. Cool, ja. Ik ben Danny Dingo. Mevrouw Konijn. Ja, dit is mijn kaartje. Ik ben mevrouw Konijn. Natsy. Ik ben blij dat je mijn kaartje gevonden hebt. Ik ben Natsy. Goed zo. Kies nu maar gauw een ander geheugenspelletje. Tijdens het verhaal kon je verschillende geluiden horen. Weet jij nog enkele geluidjes? Klik op de woordjes, luister naar het geluid, sleep het woordje naar het oor en stop het erin. Ach, wat jammer. Dat heb ik nou niet echt gehoord. Probeer eens wat anders. Pui. Ach, wat jammer. Dat heb ik nou niet echt gehoord. Probeer eens wat anders. Ach, wat jammer. Dat heb ik nou niet echt gehoord.
Probeer eens wat anders. Inderdaad, dat heb je goed gehoord. Inderdaad, dat heb je goed gehoord. Ach, wat jammer. Dat heb ik nou niet echt gehoord. Probeer eens wat anders. Inderdaad, dat heb je goed gehoord. Inderdaad, dat heb je goed gehoord. Inderdaad, dat heb je goed gehoord. Goed zo. Kies nu maar gauw een ander geheugenspelletje. Wil je een quiz spelen? Kies dan een van de voorwerpen die je rond Blinky vindt en klik erop. Wil je weg uit deze pagina? Klik dan op meneer Wombat. Hoe vond je het verhaal? Kies een woord uit dat volgens jou het best bij het verhaal past. Fijn. Je vond het verhaal van de griezelgrot fijn. Dan moet je nu wel blij zijn. Goed zo. Kies nu maar gauw een ander geheugenspelletje. Weet jij nog wie of wat er allemaal kon bewegen op deze pagina? Klik op het woord dat omschrijft wat bewoog. Nee, oh, deze niet. Probeer wat anders. Ogen? Fantastisch! Kijk je nog? Want daar gaan we weer. Lis? Hoera! Yippie! Kijk je nog? Want daar gaan we weer. Ruimteschip? Oh, deze niet. Probeer wat anders. Tak? Oh, deze niet. Probeer wat anders. Boomstronk? Oh, deze niet. Probeer wat anders. Gras? Oh, deze niet. Probeer wat anders. Marcia? Ja, dat is juist. Kijk je nog? Want daar gaan we weer. Ik denk niet dat we het hier zullen vinden. Goed zo. Kies nu maar gauw een ander geheugenspelletje. Dit spel gaat over de kleur groen. Je klikt onderaan het scherm op de woorden die dingen aanduiden die er groen uitzien. Tak. Lis. Ja, dat is juist. Heesters. Hoera, yippie! Boomstronk. Rots. Lucht. Bladeren. Mos. Goed zo. Kies nu maar gauw een ander geheugenspelletje. Dit geluid wordt gemaakt door een van de dieren op het scherm. Welk dier? Gebruik je muis en klik op het dier waarvan jij denkt dat het dat geluid maakt. Hier is het geluid nog eens. Fijn dat je er weer bent. Wat wil je nu doen?